kijkers van Online Games van harte welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survivor, jongens. We gaan weer lekker verder waar wij afgelopen vrijdag waren gebleven, dus dat komt helemaal goed. Perfect, goed, prima, goed, ja, perfect, goed, prima, goed. Welkom dus uiteindelijk weer terug, hè. We waren natuurlijk bezig met de ingang van ons mooie pretpark. Dat is nog niet... helemaal zo. Waarom stottert dat beeld? Nou goed, kijk, dit is hartstikke mooi. Gelukkig kon dit wel zo. Ach, iemand anders had je zo'n gat. Oh, wat is dit? Wacht even kijken. Hou op met leggen. Goed, kijk, aan deze kant ook, dus dat is goed. Moeten we hier natuurlijk nog wat laters, maar ik wil dus hier wat steen doortrekken. Dus als we dat allemaal heel even nu gaan doen, dat is wel het beste. Oeh, het regent, bah! Snel naar binnen dus. Baba. Zie je, het regent. Ziet er wel mooi uit. Goed. En nu is het mooi droog. Oké. We gaan dus wat steen even bij elkaar, want dat hebben we natuurlijk de vorige keer omgehakt allemaal. Afgelopen vrijdag was dat natuurlijk. Dus gaan we eens even kijken of wij gepolijst anders ziet. Kijk, dat heb ik nodig. Hebben we een volledige stack meenemen. Even kijken. Dat is hopelijk genoeg. Dan moet dit gewoon zo op 3 en dan moet dit gewoon zo. Dus dit moet er sowieso ook eruit. Kijk. Eén, twee. Dit sowieso. Tot hier. Je moet natuurlijk geen kuilen maken. Oh, trekken we dit zo even door. Hop. Hop. Wacht even. Zullen we hem zo moeten doen? Moeten we dit dan zo doortrekken? Of even niet? Want ik wil natuurlijk hier nog een uitgang maken. Of een deur waarop... zo'n ijzeren deur waarop je alleen op die knop... moet drukken.
Alleen aan de buitenkant. Zullen we dan kijken of we dat in ieder geval voor elkaar kunnen krijgen? Laten we dat eens eventjes kijken. Of dat gaat lukken. Een knop, dat heb ik nog wel. Een ijzeren deur. Die deur, die kun je gewoon zo openmaken. Zet die hier echt bij troep? Juist. En dan gewoon één knop. Excuses. Goed, dan gaan we die deur vanuit eigenlijk de buitenkant. Dus dat je gewoon op die knop moet drukken. En dat je dan bij de uitgang bent. Gaan we dat gewoon hier doen? Ik denk wel. Als dat gaat, dat gaat dus niet. Dat gaat dus niet. Die kun je natuurlijk gewoon zo openmaken. Dat gaat hem dus niet worden. Maar ik denk dat het er ook heel lelijk uitziet. Of ja, je moet het zo doen. En dan een deur. Erin maken. Dus dat we zeg maar. Zo doen. Dan deur. Zullen we dan eens even kijken of we dat kunnen proberen? We gaan eens even kijken. Of ik meer van dat soort hout heb. Dat is genoeg. Goed. Kijk. En dan zet ik me hier een deur. Zo. Kijk, nu zit je in principe eigenlijk vast. Dan is dit zeg maar de uitgang. Net iets meer
details. En dan hier nog het pad doortrekken, zeg maar. Kijk zo. Hier nog één. Alleen die knop, die kan misschien hier. Dus hier op drukken. En dan heb je dit. Ik denk dat dit wel het beste is. Ik ga hiervan maken en die dan zo. Dan ziet dit er ook raar uit, hè. Dat we het even zo doen. Ik kan dat, maakt niet veel uit. Ik denk dat dit het beste is. Uitgang daar, de ingang is dus daar. Alleen we moeten een soort van nog tickets hok bouwen misschien. Want ik moet zeggen, deze toren die had misschien een paar meter naar achter gemoeten. Maar ik ga hem natuurlijk nu niet afbreken en opbreken. Of we kunnen die toren gebruiken voor de kaartjes, voor de tickets. Dat zou wel kunnen, ja. Dat we die toren daarvoor gaan gebruiken. Alleen die trap had misschien net eentje breder gemoeten. Dat kunnen we nog eventueel nog aanpassen. Dat je daar de tickets kunt kopen en dat je dan daar de ingang hebt. Zullen we dat doen? Ik denk het van wel. Dan gaan we dat nog eventjes allemaal fixen. Dat we dat heel even wat anders gaan doen. Een soort van toonbank erin maken. Ik ga trouwens eerst even slapen. Dus dat we dat in die toren heel even wat gaan aanpassen. Toren die hebben we natuurlijk gemaakt, maar uiteindelijk niks mee gedaan. Dan gaan we eerst heel even kijken in die toren hoe dat het beste is. Dus dat we een trap 3 breed gaan maken. Dus een in rij voor als ingang en een rij als uitgang. Of 4. Ah, 3 is eigenlijk het beste, hè. Of zo laat, kan ook. Stel een soort van toonbank hier zo maken. Dat je dan hier achter kunt zitten, want wat zit hier? Ja, nog helemaal niks. Oh, een bed. Wauw, een bed. Ja, het zit gewoon hier letterlijk en figuurlijk nog helemaal niks. Als ik nou helemaal naar boven toe loop. Maar dat is eigenlijk niet veel interessant, hè. Dus dat laatste dieping. Nou, het is een beetje saai hier. Het is een beetje saai op deze laatste twee verdiepingen. Wauw, je hebt echt een flink groot uitzicht. Kijk. Ik word dus eigenlijk daar naartoe. Het
Ik denk dat we dan net een verdieping lager nog kunnen, of kunnen we wel. Ik denk net een verdieping. Kijk, kunnen we hier even kijken? Ja, zie je, kun je, ja, we hebben het toch wel mooi gedaan. Dat we dit toch echt wel, we moeten echt een flink stuk groter. Dus we gaan hier een soort van, dat je tickets kunt kopen. Dan hebben we deze verdieping alleen de ondergrond. Dus we moeten even gaan kijken dat we een soort van dingen gaan maken. Waar je hier niet echt doorheen kunt. Maar dat moeten we zo nog gaan bekijken. Voor de rest vind ik dit zo prima. Ik ga hier in ieder geval echt bij laten, jongens. Wij zien elkaar morgen weer terug. Dan gaan we verder aan de stokken, chicks. Bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken. En tot morgen dan weer, jongens. Mazzel!